Hi allemaal, ik heb weer een super leuk recept voor jullie. Ik kwam op het idee omdat ik laatst in Barcelona was en daar bestelde ik een smoothie. En dat was een beetje een sunset smoothie. Hij zat in een flesje en hij liep over van kleuren. En ik vond het super vet en ik keek naar die smoothie en ik dacht, wow, dat kan ik gewoon zelf ook maken, want het is gewoon een kwestie van laagjes op elkaar leggen. En toen dacht ik, wat is er nou nog vetter dan een sunset? Een regenboog. Dus in deze video laat ik jullie zien hoe je een gezonde regenboog smoothie maakt. In deze smoothie gebruik ik echt alleen maar fruit. In principe zou je ook groentes kunnen gebruiken, maar heel eerlijk gezegd vind ik fruitsmoothies uiteindelijk gewoon het allerlekkerst. En het is gewoon belangrijk dat je de vruchten kiest op basis van de kleuren die jij in je smoothie wil hebben. Dus de vruchten die ik gebruik, die kan je gebruiken, maar je kan natuurlijk ook kiezen voor andere vruchten. En ja, de zomer komt er straks aan, dus al het fruit wordt alleen maar goedkoper omdat het straks in het seizoen valt. Voor mij was het eerlijk gezegd op dit moment nog redelijk prijzig. Maar je kunt het zo goedkoop en zo duur maken als dat je zelf wilt. Maak ook zeker gebruik van diepvriesfruit. Of eventueel fruit uit blik. Zo heb ik persica uit blik gebruikt. Die zijn echt heel erg lekker. Vers fruit is natuurlijk uiteindelijk het allerlekkerst. Maar je moet maar even kijken wat het beste bij jouw portemonnee past. En bij jouw smaak past. Nou, genoeg gekletst. Dan laat ik jullie nu zien hoe je zo'n regenboogsmoothie maakt. In totaal ga ik 6 verschillende smoothies maken. En ik begin met de allerlichtste kleur. Namelijk lichtgeel. In deze smoothie gaan stukjes ananas, bevroren banaan en ook een beetje citroensap, zodat ik zeker weet dat de banaan niet bruin kleurt. Ik gooi eigenlijk alles in de blender en stop er ook nog wat sap van het ananasblik erbij, zodat ik zeker weet dat het een beetje een romige smoothie wordt en dat hij ook niet te dik is. Want hij moet wel een beetje stevig zijn, maar je moet hem uiteindelijk wel gewoon op kunnen drinken door een rietje. Als de kleur klaar is, dan schenk je het gewoon in een glas en dan zet je deze apart en dan gaan we verder met de volgende kleur. De volgende kleur die ik ga blenden is oranje en ik wilde perziken en mango samen vermengen. Maar ik kwam erachter dat mijn mango nog niet rijp was en hij was echt keihard, dus het was niet mogelijk. Maar met alleen perziken ging het ook helemaal goed. De perziken komen uit blik en ze zijn daarom al zacht en ook behoorlijk sappig, dus ik hoefde uiteindelijk geen vocht toe te voegen. En het geeft een heel lekker romig en zoet mengsel. Ook dit sapje zet ik even apart. Dan is het tijd voor de derde kleur en dat is groen. En ik ben dol op kiwis, dus ik stop hier ook echt alleen maar kiwis in. Ik stop er ook nog een klein beetje citroensap bij, omdat ik niet zeker weet of een kiwi gaat verkleuren op den duur. Tijdens het blenden zag ik namelijk dat de kleur iets veranderde. En verder zorg ik er ook voor dat ik genoeg vocht toevoeg, zodat het in ieder geval een schenkbaar mengsel wordt. Voor de roze kleur gebruik ik bevroren frambozen, bevroren banaan en ook nog wat yoghurt. Het leek me heel erg lekker om yoghurt en frambozen te combineren, omdat frambozen vrij zuur zijn en yoghurt is iets meer romig, dus dat brengt elkaar lekker in balans. Vaak als je bevroren fruit gaat blenden, dan wordt het extra dik en klonterig en blijft die soms hangen in de blender. Wees niet bang, schud die blender gewoon door elkaar totdat het allemaal weer gaat lopen. Of schep het een beetje door elkaar. En wees ook niet bang om gewoon wat vocht toe te voegen. Want uiteindelijk moet je het wel kunnen opdrinken natuurlijk. Als het uiteindelijk gelukt is, dan zet je deze smoothie kleur ook weer apart. En dan gaan we door naar de volgende kleur. De volgende smoothie wordt donkerroze. En daarvoor gebruik ik bevroren forest fruit. Dat zijn gewoon frambozen en bramen en blauwe bessen en aardbeien. En ik voeg ook nog extra blauwe bessen toe om hem nog donkerder te maken. En verder voeg ik genoeg water toe om hem te verdunnen, zodat hij lekker blend en zodat ik hem straks goed kan inschenken. Voor de laatste kleur gebruik ik blauwe bessen en ik hoopte eigenlijk dat ik een blauwe kleur zou kunnen creëren, maar ik wist eigenlijk ook wel dat het een beetje paars zou worden. En daarom leek het mij wel heel erg mooi om yoghurt en melk toe te voegen, omdat ik het gewoon lekker romig vind, maar ook omdat je dan een mooie lila kleur krijgt. Nou, alle kleuren smoothies heb ik nu naast elkaar gezet en verzameld. En het enige wat ik nu moet doen is bepalen welke volgorde ik aanhoud voor het inschenken van de smoothie. Nu komt eigenlijk nog het moeilijkste gedeelte en dat is het inschenken van de smoothies in een hoog glas, zodat je dus die regenboog creëert. En de kunst is om dus de kleuren recht op elkaar te krijgen door ze niet te hard in het glas te laten vallen. En in mijn geval waren mijn lichte kleuren smoothies iets dikker en daarom bleek het uiteindelijk beter en makkelijker te gaan door te beginnen met lichte kleuren en te eindigen met de donkere kleuren. En zo moet jij dat ook voor jezelf aanvullen. Je hoeft ook helemaal niet van kleur te verlopen. Je kan ze ook helemaal door elkaar in het glas schenken. Als ze maar uiteindelijk in laagjes in het glas belanden, dan is alles prima. Pak in ieder geval een lepel en laat de kleuren rustig in het glas vallen en leg ze als het ware op elkaar.
Zelf gebruik ik geen zoetstoffen zoals suiker in mijn smoothies. Dat doe ik nooit. Maar als je het wat zoeter wil hebben, kan je altijd honing toevoegen. Maar let wel op, het worden allemaal verschillende lagen. De ene laag is wat minder zoet dan de ander. Dus uiteindelijk komt het wel in balans. En is het gewoon een super lekkere en vooral hele toffe uitziende smoothie. Nou, zoals je zag is het maken van een regenboogsmoothie best wel makkelijk. Het is alleen ook wel wat werk. Maar het resultaat mag er echt zijn. En het is zo ontzettend lekker. Ik ben echt dol op gezonde en frisse fruitige smoothies al helemaal in het voorjaar. Dus ik weet zeker dat ik dit nog vaker ga maken. En dit is nog een voorbeeld van een kleinere smoothie. Je kan er natuurlijk ook in minis ervan maken. En dan kan je ze uitdelen als je een verjaardagsfeestje hebt. En als je kleintjes maakt, dan hoef je ook niet zo heel veel fruit natuurlijk te gebruiken. Maar kan je er toch een hele hoop maken. Ik wil mijn moeder nog even bedanken voor het meehelpen met blenden en filmen vandaag. Want het was, ja, zoals ik al zei, best wel veel werk. En al helemaal als je het ook nog gaat filmen en fotograferen voor de site. Mocht je de smoothies ook nog in fotovorm willen zien, check dan even het artikel die erbij hoort. En ik hoop dat jullie het een super leuke video vonden. Ik vond het in ieder geval heel erg leuk om te maken en al helemaal om te delen. Mocht je nou net zo enthousiast zijn als ik en ook een regenboogsmoothie willen maken, doe het dan zeker. En als je wilt, maak er dan een fotootje van en deel met mij op social media. Gebruik bijvoorbeeld de hashtag Kiddies Cupcakes of tag me in de foto, want ik vind het super leuk om jullie creaties te zien. Vorige keer hebben wij Kiki Cronuts gemaakt. Dat zijn de cronuts volgens een recept van mijn tante Kiki. En ik heb super veel foto's gezien van jullie die het na hebben gemaakt. En dat, ja, dat vond ik heel erg leuk om te zien. En mijn tante Kiki was natuurlijk ook helemaal trots. Geef deze video een dikke duim omhoog als je hem weer tof vond. En vergeet je niet te abonneren op ons kanaal als je vaker, ja, leuke creatieve video's wilt zien. En dan zie ik jullie hopelijk weer in de volgende video. Doei!